Dit is vakantie in de wijk Burgplan in Stratum. Althans voor een deel van de bewoners. Er moet in september een nieuw, fris en fleurig buurthuis staan. En dus is het schilderen geblazen, klussen en poetsen. Wij zien we echt niet zo klussen en zo poetsen. Maar hier wel, want hier word ik gewoon enthousiast van. Of enthousiasme spat er vanaf. Waarom? Hoe komt het? Ja, als iets mij pakt, dan word ik daar zelf enthousiast van. Dan krijg ik energie van en ik vind het leuk om mensen te plezieren. Is dat nou niet een beetje zonde van het werk? Want ik begrijp dat de zaak hier naar beneden moet, joh. Ja, maar anders komt in één keer alle stof naar beneden. Dan moeten we alles op de grond opruimen. Het is wel nodig om dat eerst schoon te maken. Ja, kijk maar eens op hoeveel het is. Ja, het is echt nodig. Bij mij drijft het met name omdat ik nu een kind heb waarvan ik denk het is belangrijk dat zij hier in de buurt ook iets leuks heeft. Dat er hier een keer kinderdisco komt, dat ze hier bij dansles kan gaan. En dat je gewoon ook als ouder hier gewoon lekker kan gaan zitten en kan kijken naar de speeltuin terwijl zij aan het spelen zijn. En ik denk dat dat voor de meeste geldt, dat het fijn is dat er iets in de buurt is. Dat je gewoon een beetje een dorpsgevoel krijgt in de stad. Ik vind het heel aardig en ook heel leuk. En ja, dan zat. Het is allemaal hard nodig voor een bruisend Burgplan. Er was wel wat activiteit, maar sinds jaar en dag vooral gericht op oude mensen en met een oud bestuur. Met zoveel jongere mensen en verschillende nationaliteiten in de wijk kan en moet het anders, vond initiatiefneemster van het eerste uur Hadi Derks. Ze trommelde mensen bij elkaar, kreeg steun van de gemeente en ging aan de slag. Het doel is om met name de mensen uit de buurt weer bij elkaar te brengen. En dat ze meer mensen leren kennen. Dat we ook meer achtergronden van mensen leren kennen. En voor jongeren er wat te doen is. Want voor de kleintjes is er eigenlijk heel weinig te doen. En nu trekt iedereen buiten de wijk. En we willen juist gewoon binnen de wijk veel meer activiteiten hebben. En waarom de mensen komen, dat maakt niet uit. Komen ze voor de biljarten of alleen maar gewoon lekker een kopje koffie drinken. Feestje organiseren, voor de kinderen iets organiseren. Met de kerst iets leuks. Ja, doe maar op. De wijk krijgt nu een activiteitencentrum, een buurtcentrum. Had de wijk het nodig? Dat denk ik wel. Dat mis ik. In Brazilië we hebben heel veel van muziek op straat. En ook heel veel van de blijheid van mensen komen naar buiten. Hier vind ik een beetje soms te rustig. En wij blijven in onze huis en zonder het niet te veel heel luid te maken, omdat de buren kunnen niet leuk vinden. Hier is de plek dat we kunnen iets samen doen en ook onze blijheid naar buiten uitstralen. Jij gaat een beetje Braziliaans temperament brengen hier in het Burgplan. Ja, zeker weten. Dat kan niet anders. Ja. Het begin is gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren. Verwarmingen. Anders komen die naar voren, dat is gewoon zonde als die naar voren komen. Er is in het buurthuis plaats voor heel veel mensen en heel veel clubjes. En dan hebben we het nog niet gehad over alle plannen die Hanny heeft. Samen koken, samen eten, samen muziek maken. Maar eerst de metamorfose van het buurtcentrum. 24 september is de bruisende opening. Heel toepasselijk op de Nationale Burendag.